Eigenlijk is Suriname op dit moment in een moeilijk parket. Eigenlijk zijn we failliet, zou je kunnen zeggen. Omdat we enorme schulden hebben. We hebben een schuldenberg van 58 miljard SRD. En alleen dit jaar zouden we 9 miljard moeten terugbetalen. Hè, aan rente en schuldaflossing. En als je maar 10 miljard zelf verdient en 9 miljard moet betalen aan schuldeisers, dan kan dat niet. Want dat betekent dat mensen dan geen loon zouden krijgen, ambtenaren. Vandaar dat de overheid heeft gezegd van, luister, ik kies even voor mijn bevolking. Ja, ik ga geen schulden afbetalen. Men heeft de schuldeisers gevraagd om wat we noemen een standstill, om een tijdelijk niet te betalen, geen rente en geen aflossing. Schuldeisers hebben dat geaccepteerd. En dit plan moet eigenlijk ertoe gaan bijdragen dat er balans komt in de uitgaven en de inkomsten van de staat, zodat we ook de schulden kunnen betalen en niet alleen maar lonen van ambtenaren. Ja, dus kijk, de overheid die is verantwoordelijk om een begroting in te dienen. Dat is de begroting van eigenlijk het hele land, zou je kunnen zeggen. En daarin staan de inkomsten en de uitgaven. Dat is een begroting. En als bij die uitgaven, net wat ik zei, die schulden zo zwaar wegen, dan moet de overheid een oplossing daarvoor zoeken. En zeggen van, oké, hoeveel kunnen wij inderdaad wel betalen zonder dat andere dingen in gedrang komen. Je moet schulden gaan herschikken, anders lukt het niet om Suriname uit die crisis te trekken. En dat is eigenlijk de belangrijkste uitdaging voor ons, om dat stukje te doen. En ik denk dat wij op de goede weg zijn. We hebben al gezorgd voor wat meer inkomsten en wat minder uitgaven. En nu nog het stukje schuldherschikking. En daar is men ook een heel eind mee. Dus in dit plan hebben we ook meegenomen van hoe het pakket eruit kan zien, zodat we inderdaad verder kunnen gaan. En ook voor dit jaar wordt die inflatie nog geschat op bijna 50%. En je moet dus maatregelen treffen om die koopkracht toch een beetje te kunnen compenseren, te zorgen dat basisgoederen betaalbaar blijven. En een sociaal vangnet om de mensen die het niet aankunnen tijdelijk op te vangen, zodat ze wel verder kunnen gaan met hun leven. Ik zeg tijdelijk, omdat de bedoeling is dat we over 2 jaar, 3 jaar uit de problemen zijn en iedereen weer voldoende verdient om zijn leven of haar leven weer helemaal op te pakken, zodat we dan met een gezonde economie verder kunnen. Dus het is een tijdelijk dat we even moeten zorgen dat we eruit komen en daarna kunnen we dan weer met z'n allen verder.